Waddy? Sorry? Goedemorgen met Wil van Delle van programma Delles Blauw. Ja, hallo Wil. Hallo. Hoe gaat het? Hoe gaat het? Ja, heel goed. Een moment even hoor. Even 1 minuut alsjeblieft. Ja. Even kijken hoor. Ja, ik heb alles nu. Ja, heel goed. Ik ben heel gelukkig. Ja? Het is weer een prachtige nieuwe single uit. Dat is de reden dat we jou hebben uitgenodigd, hè, vanwege de single Ga Niet Weg. Ja, klopt Wil, dankjewel. Ja. Hoe is deze single? Wie heeft de tekst geschreven van het nummer, Buddy? Het is een meisje van 15 jaar. Christa heet ze. Ja? En de muziek is van Carla en mij. Ja. Het is eigenlijk een nummer met een boodschap erin, hè? Ja, klopt hoor. Zegt het wel, ja. Dit is natuurlijk iets wat ons allemaal overkomt. He, dus en daarom is dit zo geschreven zoals het is geschreven. En ik heb ook rekening gehouden met de videoclip. Om daar ook rekening mee te houden. Dus dat je gewoon eerst in de wolken zit als je je relatie hebt. Maar dat het gemakkelijk daarna stuk kan gaan. Ja, want daar gaat het nummer over, hè? Ja, klopt hoor, klopt. Ja. En je hebt natuurlijk altijd wel zoiets van, nou ja goed, je kan het elkaar vergeven. En dat kun je een enkele keer doen. En dan, ja goed, dat geef ik dan ook aan natuurlijk. Ja. En ik heb ongelooflijk veel reacties gehad. Ik zit bijna nu aan de 55.000 views. En dat zijn echte views. Niets is opgepompt, niets is gekocht. Dus ieder ICT'er kan bij me in de computer kijken waar de views uit zijn opgebouwd. Maar het heeft natuurlijk alles mee te maken in die fantastische serie van Ik Geloof Erbij waar ik in zit. Waar ik ook het komend jaar in gevolgd word. Dus ik vind het hartstikke leuk. Ja, is het soort een beetje de erkenning die je nu gaat krijgen als artiest zijnde, Waddy? Ja, zo zie ik het wel, Wil. Echt 100%. Ja. Ik heb hier jarenlang keihard voor gevochten. Kosten nog moeite bespaard. Ik heb heel veel daarvoor ook opzij gelegd. Om toch die droom te verwezenlijken. Ja. En ondanks dat is ook altijd mij gezegd door mediums en paragnosten hoeveel waarde we er ook aan daar zou moeten uit opleiden. Maar ja, weet je, het is wel gelukkig overkomen. Dus ik zou op een oudere leeftijd succes krijgen. Nou, nu eindelijk. En ja, volgende week zaterdag in de Ziggo Dome. Maar er zijn nog meer grotere concerten die volgen. Ziggo Dome is natuurlijk hoofdzakelijk voor tv en streaming. Maar ja. Daar gaat het ook om, hè? Dat je gewoon heel veel op de televisie te zien bent. Ja, want ik weet niet of dat ik het juist heb, maar ik heb ook de laatste maanden iets voorbij zien komen over iets wat je met Lemming ging doen, of niet? Ja, dat klopt. Ik ben in een nieuwe clip ben ik Lodewijk de 14e. En we hebben dus een clip met ontzettend veel mensen uit de 17e eeuw gekleed in historische kostuums. Het is echt een enerverend, een prachtig mooi nummer. En ook spectaculaire videoclip. En als alles goed zit, zal die in februari uitkomen. Zo over 2,5 maand. Hoe lang is dat nu precies geleden dat jullie succes hadden met de formatie Lemming? Ja, dat ligt al in 2005, 2006. Dus dat is de laatste hitje die we hebben gehad toen met Time is Flying Away. Daarvoor waren we natuurlijk 20 jaar uiteen, van 1982 tot 2002 hebben we niets gedaan. Dus de band had ik toen ontbonden met die andere jongens, gewoon netjes met z'n allen uiteen gegaan in 1982. Het hing niet meer in de lucht, er kwamen ongelooflijk veel Nederlandstalige bandjes zoals Doe Maar Het Goede Doel, Klein Orkest, noem maar op, en De Dijk. En ja, dus dat past er gewoon niet meer in. Nee. En ik zou nooit geen Nederlandstalig hebben willen doen, bedacht ik me altijd vroeger. En ja, niet te geloven dat ik dat 10 jaar geleden wel ging doen, dat ik een Belgische manager kreeg. En ik had toen ook contact met Jan Gerrits van Radio TV Oost. En door het overlijden van mijn vrouw 30 jaar geleden, en dat hij daarna 3 jaar gewoon in shock ben van verdriet en teleurstelling, heb ik toen toch maar gekozen om ook Nederlandstalig te gaan zingen, omdat ik daardoor in de weekends in ieder geval weg was met concertjes te geven en zo. Ja. Zijn er veel Nederlandstalen. Je hebt ook ooit een mooi duet opgenomen met Maaike Vaners. Veel te mooi. Ja. En ook met jouw huidige vrouw, met Carla Pelgrims. Ja, zij is geen zangeres. Carla is geen zangeres, maar
een begaafd gitarist. Klassieke gitarist is hoor, dat laat ik dat ook wel voorop stellen. Maar eigenlijk uit pure armo ontstaan, want hoe vaak ik ook op Facebook of Twitter jonge meisjes vroeg om of gewoon vrouwen vroeg, mag ook natuurlijk, om in de clip te spelen, kreeg nooit geen respons. Dat geeft niemand meer om schijnbaar. Of ik doe het verkeerd, maar er zijn natuurlijk genoeg zangers die naar een castingbureau gaan en daar een foutje inhuren. Nou, dat vind ik gewoon te gênant, dat doe ik niet. Dus ik heb altijd aan Karel gevraagd, joh, doe met me mee met de clip. Want ze ziet er fantastisch uit, een hele mooie vrouw. En lief en leuk en heel muzikaal. En ze doet ongelooflijk veel in mijn management. Vind jij nou als een echte, ik mag gerust stellen, jij bent echt een rasmuzikant, echt iets van de oude generatie, hè, die we uit een beetje de tijd van waar ik ook een beetje in vertoefd heb, dat er veel veranderd is in de muziek, qua muziek. Als je heden ten dagen het grootste erde, vind ik persoonlijk dat er ontzettend veel gecoverd wordt. Dat er veel, wat zeg je, wil dat er veel, wat? Ja. Wat wordt er veel gedaan, zeg je, dat laatste verstond ik even niet. Ik zeg al, dat er heden ten dagen zo onnoemelijk veel gecoverd wordt, dat er weinig eigen nummers meer zijn. Oh ja, ik snap je. Ja, nee. Ja, dat was vroeger ook al in de jaren 50, 60, Elvis Presley bijvoorbeeld, mag ik een voorbeeld noemen. Dat was de koning van de covers. Er heeft wel heel, heel weinig eigen liedjes opgenomen, misschien een stuk of 10. En dat waren allemaal covers. Frank Sinatra ook. Lee Towers natuurlijk hoofdzakelijk ook alleen maar covers. Ik weet niet waar hoe ik daarin moet staan. Ik probeer altijd zo weinig mogelijk covers op te nemen. Maar soms dan heb je bijvoorbeeld een liedje wat zo onbekend is geworden dat niemand het meer kent haast. En dan kun je het terug in een ander jasje steken, waardoor het nummer weer gaat leven. En dan het toch een tweede leven krijgt. En dan is het weer heel erg mooi. Ja. Is dat ook iets van een artiest zijn, hè? Als je als artiest zijn die je schrijft het nummer, daar wordt niks mee gedaan. En dat je zoveel jaar na data een andere artiest jouw nummer oppikt en die heeft er succes mee. Is dat geen bekroning van datgene wat je doet? Nou ja, als ik iets schrijf en een ander neemt het op, dan is dat wel een compliment. En je moet weten, ik ben wel zelf al 165, 170.000 euro kwijt geraakt aan mijn muziek, want je neemt, dus dan praat ik in 18 jaar tijd, dus dat is heel veel geld dat ik heb voor mijn gevoel niet weggegooid, want ik heb een levensvreugde voor teruggekregen. Want heel veel mensen zeggen tegen mij, ja, je had gemakkelijker een huis kunnen kopen of een Jaguar of, nou ja, kom, een mooi huis maakt mij niet blij, want ik ben overdag toch altijd weg en begin vanavond. Maar dit heeft mij wel heel veel teruggegeven. De concerten, heel veel een netwerk kunnen opbouwen. Natuurlijk ook ongelooflijk veel teleurstellingen gehad. Ook van mede-artiesten, die mogen zich geen artiest noemen. Het zijn mensen die eigenlijk proberen een poging te wagen om te zingen. Die trappen je hart en schoppen je ziel. Ja, dat gebeurt ook heel veel. Dus mijn sociale kringetje is heel klein. Voor een paar mensen die ik nog kan vertrouwen. Ja. Maar goed, als je zoveel hebt meegemaakt als ik, dan bedenk je wel een tweede keer om daar weer in te trappen. Dat doe ik niet meer. Nee. Dus op mooie praatjes ga ik niet meer af. En ik stuur ze zelf ook niet uit. Ik bedoel, ik ben realist, nuchter als ik ben. En ik probeer een mooi leven voor mezelf eruit te halen. Want het leven duurt maar even. En het is maar heel weinig mensen gegeven dat ze gewoon tot op hogere leeftijd nog door mogen gaan en kunnen gaan. Weet je wel. Hetzelfde geldt voor de sport, is nog veel erger. Dus 35 jaar ben je oud en versleten de levensmoe. Ja. Zou bijvoorbeeld, ik noem maar een voorbeeld, hè. Zou bijvoorbeeld de muziek van Lemming die je toen maakte, hè, zou die nu nog passen hedendaags in deze maatschappij, in deze muziekwereld? Weer terugkomen bedoel je? Ja, die muziek die jullie vroeger maakten met Lemming, hè, ja. Zou die muziek nu nog bewijzen van kunnen uitgebracht worden? Uitgebracht worden. Nou ja, we hebben natuurlijk albums. We hebben stukken 4, 5 albums gemaakt. En het laatste album van 2 jaar terug, Moving Paradise. Die is helemaal volgeschreven door ons. Met een paar enkele covers. Nou moet je zeggen dat die muziek geweldig is geworden. En als men luistert op YouTube naar Lemming Mystic Summer Night van in februari. Toen hebben we met een operazangeres, Harriet Meijers uit Naarden, hebben wij dat nummer tot stand gebracht.
En dat is prachtig. We krijgen nog hele dagen van mensen van tussen de 10 en de 100 jaar geweldige reacties daarop. En we hebben natuurlijk toen bij Kees Baars van Countdown Café hebben we een optreden gehad in Q Factory in Amsterdam. En dat hebben we uitverkocht. En dat super enthousiaste mensen. En nou ja, 14 dagen daarna, toen werden de landen Nederland en België op slot gegooid. En toen was het over. Dus we konden met de promotie niet verder, want we hadden al tv aangeboden gekregen. We hebben toen tv gehad, het Gooiland TV, Radio 5 gingen draaien. Dus eindelijk Nationale Radio, die, nou ja goed, toen kon de promotie niet mee doorgaan. Ja. En dat is natuurlijk heel erg teleurstellend. Ja. Zijn er wat een beetje vage plannen voor het komende jaar, Wally? Nee, niet vaag. Nee. Het gaat fantastisch. Ik bedoel, dat ik gewoon een aantal malen op televisie ben geweest, is geweldig. En Nationaal TV, dat maakt me, of dat kan je breken als je het niet hebt. 25 december zit ik in de kerstshow van de 5-uur-show van SBS. En we gaan gewoon in maart gaan we lekker door met de dingen die we doen. En er komt een fantastische mooie single komt eraan. Die heet Stilte in de Stad. Die komt over 4 weken uit, in de eerste week van januari. Met een hele mooie clip. En Stilte in de Stad gaat natuurlijk over deze tijd, over deze virustijd. Maar ja, bedenk één ding, voor iedereen geldt dit. De kosmos is woedend op de mensheid. Anders was dit nooit gebeurd geweest. Ze maken die aarde helemaal kapot met z'n allen. Veel te veel mensen die er op de aarde rondleven. Veel te veel vrouwen in de wereld die gewoon 7, 8 tot 12 kinderen eruit knallen. Dit is verschrikkelijk. En daardoor, die aarde kan ons niet meer aan. We verbruiken 1,7 per jaar meer van de aarde dat we nemen aan energie enzovoorts. Dan dat de aarde het kan leveren. Gaat niet meer. Dus dat is de reden dus dat we nu in deze verschrikkelijke periode zitten. Maar als die corona over is, door vaccinaties of wat dan ook, dan komt er weer iets nieuws. Dan komen er andere virussen, dan komen bacteriën, oorlogen, alles krijg je gewoon wat voor ellende, zonnestormen. Nou goed, ik wil verder allemaal bij de muziek houden. Maar laat dit gewoon voor ons allemaal toch een stof tot nadenken zijn. En voor de rest, ik wil het doorgaan goed te doen aan Ada. Volgens mij een grote fan van je uit Zoetermeer. Van jouw programma. En daar krijg ik een hartstikke leuk mailtje van. Dus ik wil alleen maar zeggen, er zijn ook heel veel positieve dingen te vertellen natuurlijk. Oké. Okay. We gaan de zinger draaien. Ga niet weg. Het allerlaatste woord is van jou richting de luisteraars. Je mag ook alvast fijne feestdagen zeggen. Het laatste woord is van jou. Daar gaan we de zinger zetten. Nou, lieve mensen, ga nooit weg bij Wally McKee. Blijf me volgen. En ik hou van jou. En tot de volgende keer. Bye bye. Fijne dag toch. Groetjes. Doei hè. Hoi hè. Doei. Hoi. Bye.